Ook vrijdag was Eindhoven weer een filmlocatie. In en rond de fietskelder onder het 18 septemberplein werden opnames gemaakt van Doodslag. Theo Maassen speelt in Doodslag een ambulancebroeder die volledig doorslaat. In de scène die vrijdagochtend opgenomen werd, moet Maassen met een collega een gemonde man ophalen in de fietskelder. Eerder werden al opnames gemaakt in onder andere het Parktheater, bij de ambulancedienst en in Woensel Zuid. Volgende week zondag staat de laatste draaidag in Eindhoven gepland. Tot die tijd worden er op verschillende locaties nog opnames gemaakt. Daarna worden er nog studio-opnames gefilmd in Amsterdam. Doodslag moet in januari 2012 in de bioscoop verschijnen. In mei van dat jaar is de film op tv te zien.